Als jij niet weet wie Pollard de 12-jarige Fortnite Pro is, kijk dan nu deze video. Link in de bio. Ik ben Pollard tegengekomen in mijn TikTok livestream, waarin ik 1v1's deed tegen kijkers. Ik heb toen Pollard 5-2 verslagen, maar ik vond hem heel erg goed. En ik zag potentie in deze jongen, dus ik heb hem getraind. Oké. Maar wat? Kijk, dat moet je doen. Kijk, die doet het ook wat. En nu ik hem heb getraind en hij code QuakeBee gebruikt in de Fortnite itemshop, gaat hij vandaag zijn eerste echte uitdaging tegemoet. Jesse Boy. 2000 likes op deze video is meer video's met Pollard en gebruik code QuakeBee in de Fortnite itemshop. Veel kijkplezier. Oké dan, Pollard. Mijn 12-jarige Fortnite pro. Hoe gaat die, mijn brother? Goed met jou, mijn brother. Ja, maar bedankt voor het vragen. Bij mij gaat goed. Luister, Pollard. Kijkers hebben gezien hoe goed jij bent. Want je gebruikt code QuakeBee in de Fortnite itemshop, Pollard. Maar de echte de vraag is nu, wat en wie is jouw volgende uitdaging? Wie wil jij als jouw volgende tegenstander? Ik ga dat regelen voor jou. Jesse Boy. Jesse de tomaat. Jij wilt 1v1 tegen Jesse Boy? Jesse Boy. Jesse Boy, Jesse Boy, Jesse Boy. Want hij weet dat hij niet halen zo. 240 in. Ga je die QuakeBee op hem gooien net zoals Tama? QuakeBee, ja. Tama. Ga je hem pakken? Tuurlijk ga ik hem pakken. Oké. Oh, dat wil ik wel spectaten. Dat wil ik wel. Ik hoop jullie ook, brothers. Zijn jullie ready voor deze 1v1? Want ik ga nu Jesse Boy bellen. En ik ga regelen dat hij nu gaat komen. Wacht. Ga je hem nu bellen? Hallo? Jesse Boy, Jesse Boy, Jesse Boy. Je moet sneller jelle online komen. Ik heb hier zo'n 12-jarige Fortnite Pro. Die wordt 1v1 tegen jou. Ja? Oké. Pot, hij komt. Hij komt. Je hebt hem uitgedacht. Nu moet je hem pakken. Wacht. Hoe lang duurt het denk je dat hij komt ongeveer? Gaat nog wel even duren. Oké, kom snel. Wildfight. Ik wil tegen iemand een beetje goed te spelen. Oké, kom. Uitkijken. Maar wat? Kijk, dat moet je doen. Kijk, die doet er ook wat. Oké dan, Jesse Boy. Hoe gaat ie, mijn broeder? Lekker, bro. Lang niet gesproken, hè? Ja, lang niet gesproken, man. Alles goed met jou? Zeker weten. Met jou? Lekker man, lekker. Ik heb gezien, je hebt je eigen 1v1 map, pa. Sowieso, bro. Ah, sowieso. Je gaat dik. Oké dan, Jesse Boy. Shout-out naar jou voor het komen, dat sowieso ten eerste. En bro, deze 12-jarige is gevaarlijk, hè. Ben benieuwd. Heel benieuwd. Gevaarlijke bandje. Binnenkort moeten wij, Jim. Jij gaat een monster worden. Binnenkort moeten we even pushen, pa. Je moet me even regelen, pa. Snap je dat ik even... Huh? Ik wacht, ik ga genieten, man. Family, ga ervoor zitten. Ik wil gaan eten. Tot de vijf. Ja, tot de vijf? Oké, jullie gaan tot de vijf. Ja? Ja, man. Let's go. Oké, bro. Tegen de 12-jarige, bro. Let's go. Tegen de 12-jarige, let's go. Ben benieuwd. Ik ga gewoon stil zijn, ik ga gewoon genieten. Oh! Jesse Boy, bijna met de koon. Oké. Oeh. Schiet niet. Edit. Pollard met de high ground. Edit. Oké. Choke. Ai. 1-0. Kom op, Jesse Boy. Ja, bro. Laat hem wat zien, pa. Laat hem wat zien. 1-0, dan kan nog voor alles gebeuren. Laat kan nog voor alles gebeuren. Verwennen, bro. Ja, Jesse Boy, een gekke 1v1 start, Pollard. Ik speel ook niet met SMG, hè. Je moet niet vergeten, bro. Ja, dat is jouw kracht, hè, die SMG. Ja, bro, dat weet jij. Dat weten we, bro. Ik heb geen jump meer, oké. Bro, deze Pollard is abnormaal, man. Ja, man. Hij is goed. Zeker goed. Abnormaal hoe goed de young boys worden, hè? Ja, man. Hey, Jeff, hij houdt wel van die highground, hè? Hij houdt van die highground. Oké dan. Heb je hem daar met die koon? Ja. Oeh, ja, oké. Ja, ook, man. Oh, ze konen elkaar, oké? Je zet me altijd tegen de beste spelers, bro. Ik weet het, bro. Niet van gewend, bro. Ben je niet op gewend, bro? Oké. Nee? Oh. Oké, dit is spannend, Hé, ik kan niet klimmen. Oké.
Edit. Oeh. Oeh. 1-1. Oké, oké. Niet dan. Oké. Okay. Jesse Boy, come back. Laten we even Jesse Boy spectator. Wacht. Nee. 65. Moet die shot hier reloaden? Oké, okay, Polat in de box, dat vind ik goed. Dit is een spannende one we are, boys, ik ben aan het genieten. Wat is? Oké, 2-1, 2-1. Polat, ga je met een comeback komen, Polat? Oh, de. Kom op, bro. Ik zeg eerlijk, die man is wel ik gek. Ik kan niet verder. Oké. Oké. Ik kon dit. Bro, ik zag hem niet. Ik ook niet, man. Gele. Maar hij is wel safe, toch? Ja. Hij is wel echt safe. Oké, dan. 3-1. Polat, je moet even wat laten zien, man, Polat. Het kan nog. Let's go, Polat. Laat maar zien. Nee, en nou weer dat hij mij daar heet. Oké. Jullie zijn allebei weak. Oh, wat een wolkje, dat was echt mooi wolkje. Oh, gelukkig. Oké, 3-2, toch? 3-2, ja. Ja, oké, let's go. Ik ben mijn slaap aan het trappen hier. Ja, bro. Je wou zelf deze wolkje aan, bro. Ik weet. Maar ik heb nog nooit tegen hem gespeeld, dus ik weet zijn tactiek ook niet. Ja. Ik weet alleen zijn tactiek dat hij van haar kant houdt. Maar dat is te zien. Oké. Dat is een fair trade. 38? Ik, het is fair trade, fair trade. Ja, jullie hebben fair getraind. Het is gewoon wie de high ground heeft win, man. Oké, dat was geen fair trade, dat. Ik ben niet vliegen. Maar waarom vliegen, dat? Schaakspel. Slim, toch? Ja, spelen we mag. Oké, gekheid. 4-2, toch? Yes. Oké, let's go. Oh, ik ben benieuwd tegen wie deze jongen allemaal kan winnen, man. Zeg je heel eerlijk? Oké. Oké. 39. Stress? Ik zit vast. Nee! Loop maar wel. Oké. Dat begint warm te worden, joh. Ik zie dat ze bekend niks. Hoeveel staat het? 4-3, hè? Ja, man. Als Polatje nu kills, staat gelijk en dan hebben we een winnende. Dat is spannend, joh. Dat wil ik zien, joh. Oké. Ik kan niet. Oké. Okay. Ik zit vast. Ja, maar ik zit vast met mijn hoofd, zomaar. Wow. Oké.
Wacht, boys. Stop met die warming-on, boys. Dit is spannend. Stop. Boys, ik mute mezelf, dan... Bro, ik zeg, ik kan niet concentreren anders. Oké, mute jou, man. Als je wil, mute mij ook. Dat jullie allebei mij niet horen als je dat afleidt of zo. Snap je? Nee, geen stress. Mute gewoon. Ik mute mezelf op Discord, ja? Hoeft niet. Nee, oké. Ik ga niet praten. Boys, luister. Er staat 4-4, dit is de winnende. Oké, ik zeg niks meer, klaar. Wow. Oké, nu gaan we safe spelen zonder SM. Zonder SM gaan we safe spelen. Zonder SM. Oké. Oh ja, oké. Wat een hit! 48. Oké. Wat is dat voor hit dan? GG's, man! Boy, hey Jesse, boy, je hebt echt een mooie 1v1 neergezet, man! Echt een mooie 1v1, boys! Dit was echt een mooie 1v1. Jesse, boy, jongens, kijk, eerlijk, jullie moeten wel Jesse, boy, gewoon zijn shout-out geven dat hij gewoon komt. Snap je? Ja, zo naar jou, Jesse Boy. Check zijn YouTube-kanaal, ik zet zijn YouTube-kanaal in de beschrijving, jongens. En ook die van Pollard. Ik zet hem allebei de YouTube-kanalen in de beschrijving. Laat in de comments achter tegen wie jij de volgende keer moet. En ja, dan gaan we het zien, man. Pollard. Yo. Omdat je hebt gewonnen, wil ik jou 50 euro geven. Zeg, mama? Ja, man. Nee, wees er eens. Ik ga je belonen. Mama! Mam! Kom, ik heb 50 euro gewonnen! Ja, jij moet je bank nummer hebben, dan ga die naar jou toe, want ik heb er geen. 1-5. 1-5. 8-4. Ik heb het nu gestuurd, kijk maar even. Ik ga kijken. Oeh, ik heb gezien, dankjewel bro. Ja, is goed man, jongen, alsjeblieft hè. Ik ga dan even door, ja? Oh. Is goed, rustig aan, ciao. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel bro. Alsjeblieft, jongen, ciao. Oh, spreken. Voor kwijt, bie. Listen.